Ja, ik ben Nederlands kampioen geworden, 30 juli. Daardoor hebben we deze belt gewonnen. En nu mogen we door naar de profklasse. De nieuwe Rico Verhoeven komt uit Nunspeet. Tenminste, als we de kenners mogen geloven. De 27-jarige kickbokser Mike Mulder maakt dit jaar de overstap van de amateurs naar de profs. En dat betekent keihard trainen, meerdere uren per dag. Maar dat heeft hij er graag voor over. Voor Mike Mulder is kickboksen zijn lust en zijn leven. Hij traint hard, volgt speciale voedingsschema's en wil vooral winnen. En dat is afgelopen seizoen gelukt. Ja, ik ben Nederlands kampioen geworden, 30 juli. Daardoor hebben we deze belt gewonnen en nu mogen we door naar de profklasse. Hij heeft daar veel vertrouwen in, omdat hij de juiste mensen om zich heen heeft. Kickboksen is natuurlijk wel een individuele sport. Alleen zonder je trainer en zonder je teammaatjes kun je nooit het niveau bereiken wat we nu hebben bereikt. Dus ja, een team om je heen is heel belangrijk. Trainer John Kuipers van Nakama Gym is op zijn beurt apentrots op Mike. Ja, super trots. Vanaf het begin dat hij binnen is gekomen, 5-6 jaar geleden, hebben we natuurlijk zijn potentieel gezien wat hij deed tijdens de zaktrainingen. Tot waar hij nu staat. Ja, hoe trots kun je wezen als je eigen kweek hebt die zo hoog uit gaat komen. Ook andere media schrijven over het succes van John en Mike. Kenners hebben hoge verwachtingen en noemen Mike al de Rico Verhoeven uit Nunspeet. Ja, ja. Heb je ook acteerambities? Ah, nee, dat echt totaal niet. Nee. Ik vind het al niet prettig om in de camera te staan. Dus nee, dat wordt geen acteercarrière. 22 oktober bokst Mike zijn eerste wedstrijd als prof.